Welkom bij de Nuanced Podcast. Dit is een aflevering van Stoïcijnse Gedachtes. Vind de juiste mentors. We zeggen graag dat onze ouders niet kunnen kiezen, maar wat wij wel kunnen kiezen is wat voor kinderen wij willen zijn. Seneca, On the Brevity of Life, 15.3a. Onze ouders hoeven geen perfecte voorbeelden te zijn om ons vooruit te helpen en te leiden. Door de eeuwen heen zijn er duizenden andere rolmodellen en grote personen geweest om ons te helpen. Kies daarom zelf de persoon die je aspireert te worden. Dan kunnen we worden waar onze ouders trots op kunnen zijn. Een opvallende uitspraak is dat je het gemiddelde bent van de 5 personen die het dichtst bij je staan. En als je er zo over na gaat denken, dan denk ik wel dat dat klopt. Wat alleen de grap is dat degene die dichtst bij je staan ook betekent dat de mensen zijn waar je het meeste mee identificeert. En het mooie daarvan is dat je ze niet per se hoeft te kennen. Of je hoeft ze in ieder geval niet persoonlijk te kennen. Wat je dan moet doen is hun karakter leren kennen en hun daden. Zo kun je dus bijvoorbeeld aspireren om zoals Elon Musk te zijn. Om zoals hij een gigantisch doel te kiezen en die kant op te werken, ongeacht wat. En nee, hij is niet perfect, dus kies de dingen die je goed vindt aan zijn acties. Of je kunt aspireren om te zijn zoals Nelson Mandela. Onverzettelijk en ook weer met 1 doel voor ogen. En wanneer je dan in de levens van deze personen verdiept, dan zul je dus zien dat je die kant op kunt werken. Dat jij zo kunt worden zoals zij waren of zijn. En dan zijn zij een van die personen die het dichtst bij jou staan. Ondanks dat je ze niet kent. Eigenlijk is dit citaat heel bevrijdend. Want het zijn je eigen acties die jouw karakter en je persoon bepalen. Het ligt niet buiten jezelf. Jij hebt er de verantwoordelijkheid voor. Je bent dus helemaal vrij om te zijn wie je wilt zijn. Vond jij deze aflevering waardevol? Abonneer dan op het Nuance Podcast YouTube kanaal. Volg de podcast op Spotify of deel de podcast met anderen via social media en like de podcast of de post. Dit helpt mij het kanaal te ontwikkelen en de podcast te verspreiden. Enorm bedankt voor je tijd en tot snel. Dit was een Stoïcijnse gedachte in de Nuanced Podcast.